Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Harmony Cage Lock. In de vorige aflevering heeft Sander de Cage Lock of de Cage Match gewonnen. Hij is een goede Pokémon Master. Nee, ik heb gewoon de hele Cage Lock gewonnen. Ik kan me ook niet even verspreken, hè? Beetje jammer. Ik maak een grapje. Ga door. Ik ga zo'n zoet geurtje verspreiden om zo'n schijnende Pokémon te vinden. Dat vind ik vet. Oeh, zie die glam jou. Die is vet. Oh ja. Ik heb hem gezien. Nu moet ik wel zeggen dat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in die Lampent. Fire Ghost. Is dat de reden hoor? Ja, omdat ik het neon ook gewoon een vette boven noemen. Oh. Maar Fire Ghost ja, kan ook niet. Valt ook niet tegen. Vind je Lampent vet of vind je Lampent in deze game vet? Ik vind Lampent vet. Of is dat geen verschil in? Nee, er zit geen verschil in. Tyroke is interessant, maar ook weer niet. Nee. Alle beesten van de Ponyard wel trouwens. Alle beesten van de Ponyard is trouwens wel interessant. Zeker, altijd. Vooral. Ja, dansen, gaan dansen. Omdat het een interesting typing is. Ik deed zo'n Mega Evolution, zag je dat? Ja, ik zag dat, ja, dat je zo'n Mega Evolution... Zo! Een pittig dood ook. Ja, een Mega Evolution Fighting Aura Sphere op je bakkes als Dark Type, dan schrik je wel hoor. Dan ben je wel dood. Nee, is toch Harmony? Nou, dat kan best. Oh ja. Zoete geur. Embargo? Yo, dat is niet lief. Hij heeft een embargo op jou. Nee, op Meowstic hoor. Oh. Doe wel Bone Rush. I'm in a Bone Rush right now. Big time Bone Rush? Big time Bone Rush. Yo, 5 times? Yo, oprecht 5 times. Meowstic de tune, heel goed. Eigenlijk moet dat ook de titel van de aflevering worden, hè? Oh, oké, okay, ik dacht even dat mijn Meowstic dood ging. Ja, dat kan. Het is niet eens jouw Meowstic. Oh, heb ik hem wel uitgezet? Oké, okay, gaan we de hele aflevering erin laten? Nee. Nee. Oh, dit is kut. Oh, heel vergeten uit te zetten. Ja, speciaal voor vermoeiend. Je bent er wel mee eens, denk ik. Met die afbeelding. Oh. Heb je een gal getekend met Jamper eraan, of? Nee. Oh. Nee, omdat je zei dat ik het er mee eens was. Ik denk dat als jij die afbeelding ziet, dat je denkt, oh ja, dat klopt wel, dat is wel waar, dat is certified fact. Certified fact. Goedkeurde dagelijks AD. Ik denk oh, dat je dat... dan keur ik het ook goed. Ja, goed gesanderd door dagelijks AD. Wat doe jij allemaal? Hoe ga ik naar huis? Ja, nu wordt het wel een dingetje. Heb ik het verneukt? You do be verneuking it. Oh, je kan wachten. Ja. Sander, ga naar beneden. Ga naar beneden. Ja. Ja. Oh. Ja. Nee. Ja. Wow, oh. Sandring. Je bent opeens een Pokémon meester. Oh. Dan ben je niet meer met een momentje eens. Oh. Nee, dan ben je geen Pokémon meester. Dit zie, ik zei toch dat je met me in een momentje mee eens was. Oh, tip. Verkoop de Big Nugget, want dan krijg je geld. En geld. Mijn tip voor mezelf is geen Pokémon meer verliezen. Nou, oeps. Sandring duurt weer lang. Oh, of jij zit aan de andere. Oké, okay, ik zal stoppen.
Dit zie ook alleen jij in de edit. En misschien zie je dat niet eens. Ik weet niet of je ze helemaal terugkijkt. Of gewoon. Ja, dat moet, want ik, dat moet voor de... Voor de layout. Hmm. Ja, het was niet gemeend hoor. Het was niet gemeend. Als je het terugziet en je zegt... Yo, ja, fuck. Onthoud dat. Die kans is zeer groot. Dat ik dat ga zeggen. Sorry. Ik vond gewoon grappig. Nou. Wat was dat? Dat was geen Nederlands. Nou. Nou, met Rusty. Rusty Ox? Rusty Ox in. Laat hem me met Rusty Ox in. Ik heb wel zin in het volgende projectje van ons. Ik ook. Gaan we daartussen, want dat is wel echt zo iets... Nee, wij gaan daartussen niks opnemen. Omdat als we dan een keer tijd hebben samen... Kijk, voor mijn gevoel kan Rusty heel snel, zeg maar. Heel vaak. En dan moeten we alleen maar Jordi weten te charteren. Maar ik denk dat het het moeilijkste is voor ons om te kunnen, zeg maar. Als in letterlijk wij tweeën. Ja. Ja, maar ik zat gewoon te denken, wil je daar iets tussen hebben, zeg maar? Nee, want ik heb nog twee opgenomen series, zeg maar, die ik ga uploaden als deze serie af is, zeg maar. En die tijd kan ik dan mooi gebruiken om in ieder geval alvast een paar afleveringen met z'n vieren op te nemen. Ja, precies. Deze zijn allemaal levend, toch? Ja. Ja? Waarom dacht ik dat ik 5 Pokémon had? Dat weet ik niet. Wat doe ik überhaupt in mijn... Oh ja. Je een soepgeurtje ging halen. La 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 la. Ja, zeker. La, la, la. Hey, je kan hier Lijpe Murkrows vangen. Dat zou ik cool vinden. Dat is van die goede smaak. Yo, ben jij zo'n ijsje? Want jij bent super cool en hebt een zeer goede smaak. Echt. Dat doet me helemaal denken aan zo'n aflevering die ik ooit heb opgenomen op de Surpar Guys. Met de Montaar. Dat weet je. Wat gebeurde er toen? Vertel. Trouwens, welke serie zit je te kijken dat Nando er nog in zit? Wat? Nee, Nando zit er niet meer. Oh, omdat je zei dat Nando de voice ding gebruikte, maar dat was dan Harm, denk ik. Oh, dat was Harm, ja. Oh, je bent een Montaar aan het kijken. Dat is Harm wel die deed met zijn Google-apparaat. Die, vroeg een, die vroeg vrolijk me op. Toen zei hij, wil je een complimentje of een geinig grapje? En toen zei Jordi, doe compliment, doe compliment, doe compliment. En toen deed hij compliment. Toen kreeg hij 5 keer hetzelfde complimentje. Het is echt wel funny. Maar ik ben gewoon... Ja, ik ben niet zo gewend om Harm te noemen, zeg maar. Mm-hmm. Want die ken ik niet zo goed. Weet je dat je wel ooit iets hebt opgenomen met Harm? Echt? Ja, een Among Us video. Oh ja, nu het zegt, ja. Dat klinkt wel logisch. Hey, Tyrogue, nice. Die is ook best wel vet. Ik ben niet heel blij met Tyrogue, want ik heb echt al 50 fighting drie, maar wat is de difference? Nou, 47. Dankjewel. Lijpe Murk, nog 5 een beetje. Iedereen doet mee. Wacht, speciaal hiervoor ga ik iets doen. Wacht even. Iedereen doet mee. Om dat geintje heb ik nu dit gedaan. En het is de reactie. Hey, Shiny Glammeow. Ah, dat is waarschijnlijk Dark. Zo'n donkertje. Denk jij niet? Dat zou best kunnen. We gaan het zien. Ja, alle beesten van de Panjo. Van de Panjo toevallig? Houden ze ook van dansen? Nee, dat niet. Maar ze vieren niet eens feest. Haha, ik was je vol. Nou. Yo, hij heeft wel red pants. Mm-hmm. Ik heb pants. Een red shirt. No. Red pants, wel. Hij heeft gewoon mijn broek gestolen, want ik heb geen broek aan. Maar wel een rood shirt. Dat is geen shirt.
Ik heb een rood shirt aan. En hij heeft mijn broek gestolen. Oh, zo. Omdat ik geen broek aan heb. Oké. Okay. Ja, nee, dat klopt. Oh, weet jij helemaal niet of dat klopt? Misschien lieg ik wel. Nou, laat me. Oh, dat is weer. Oh, more like, alright, bye bye, je bent dood. Sweer. Wat? Oh, dat is een logischere naam, want zeg maar. Kijk, als je dus our sfeer doet, dan doen ze zo van Aura, dood, dood, bye, ik ben neer. Dus eigenlijk zou het beter... Sander, aura, het heeft maar, bye, het heeft bye, maar dood, 4 afleveringen geduurd deze keer. Dat is een nieuw record. Oké, ik zet hem wel weer aan. Oh, dat je vermoeiend bent zeker? Nee, nee. Eigenlijk niet, maar... Jou is helemaal niet van nemen en dat is zo'n Engels leenwoord. Wow, ik wou het net zeggen, dat is gewoon een Engels leenwoord. In de maling. Daar heb ik maling aan. Cool. Ty Lee alweer? Nou, ik weet het, maar de vorige paste beter, want dat was net een kutje. Jezus, dat kan ik echt niet zeggen. Maar het is wel funny om het te zeggen. Nee. Oh, Mian, don't. Ja, wacht even. Mian? Leef je nog, Sandrain? Hij is letterlijk... Wacht maar, ik zie haar gameplay nog... Wacht, wat? Hij doet weer lollig. Hoe kan het dat ik zijn gameplay dan nog wel zie? Ja, want Tender Rain doet lollig, maar lollig is hij niet. Nee, maar ik kon dus wel je gameplay gewoon zien. Wat? Is het wel mijn gameplay? Ik kon jou... Jij ging voor de grap disconnecten, maar ik kon je gameplay gewoon nog zien. Ja, maar ik disconnect helemaal niet. Jij zei gewoon niks. Wat? Nee, jij disconnecte. Ik disconnect helemaal niet. Ja, jij bent je echt zo'n lul. Sander, je moet even terug naar de acteurschool, want het gaat niet zo goed. Je bent er niet zo goed in. maar nu loop je wel vast. Hè? Lastige jongen. Oh, het is serieus. Nee, niet. Oh, ik zie jouw scherm niet meer. Jouw scherm is kapot. Ja, neem me in de maling. Ik zweer. Zeg walla. Stream has ended, gast. Ik heb hem opnieuw aangezet voor jou, de stream. Ja, maar dit komt dus omdat je loopt te kutten. Ik weet dat je het gedaan hebt. Weet je, kijkers? Hij is gewoon 3 afleveringen niet vermoeid geweest en nu moet hij dat allemaal inhalen in 1 aflevering. Nou, bro, ik hoorde zo'n geluidje van poedunum, van dat je weggaat. Leugens. Oké, jongens, wacht even. Ah, ik kan niet dat je in opname bent. Ik kan niet de dinges niet inladen. Ik stuur jou zo, na deze aflevering, ik ga het stukje... Hoeveel tijd zitten we? We zitten 13 minuten... Oké, dus tussen de 10 en de 13 minuten moet ik even kijken wanneer jij ging disconnecten. Geef maar gewoon toe, want Sander, ik kan jou de footage toesturen en dan hoor je de pununung. Focus je... Hé, ik had een critical capture. Focus je alsjeblieft op de gameplay. Gozer, je doet alsof ik gek ben, maar dat ben ik niet. Focus je op de gameplay. Als jij toegeeft dat je geliefd hebt. Ik werd oprecht niet geliefd. Ik zei nog tegen de kijkers van... Oh, Sander is grappig aan het doen, maar dat zegt niks meer. Dat zei ik nog tegen de kijkers. Echt, direct na die grap was jij gewoon gone, Luzu. Ik zweer het je. Ik dacht nog van, oh, dit vond hij echt een leuke grap. Nee. Ik dacht oprecht van, okay. Maar ik ben oprecht niet geliefd. Ik zweer het. Waarom hoor ik dan een dingetje?
Ik weet het niet, Zannering. Ik deed echt niet lief in. Ik heb liever die punch, man. Ik kan jou trouwens niet jouw gameplay niet meer zien, hè? Wist je dat? Ik heb opnieuw gesharing screen. Oh. Dan ga ik nu echt lieven, omdat je dan wel wil zien, zeg maar. Nou, nee, mag wel. Hey, Zannering! Oh, en nu zie ik jou niet. Nee, die komt eraan. Oeh, die Emily is best vet. Ik had liever Punch Man. Ja, maar die is zo frail. Deze dan, 30 defense. Die zal 5. Ook een beetje frail zijn. Hij is ook laag level trouwens. Ik hoef helemaal gefocust, Andy. Wat doe ik? Hij is inderdaad een dark type. De Glammeow. Wat? Glammeow is inderdaad een dark type. Ik ben zo in de war, hè. Ik ben echt zo in de war. Ja? In Rusland? Ja. Want, like, what happened zojuist? Ik weet het oprecht niet. Ah, ik ook niet. Healing up, leveling up in the best way to... Leveling. High jump kick is kut. Ik wil een goede aanval. Oh, voorzet kan ook echt nog best wel anders zijn dan shit. Fake out sowieso. Weet je welk probleem ik nu heb? Nou. We zitten halverwege de aflevering. We moeten eigenlijk heel nodig naar de wc. Ik wil daar even van maatjes wel. Ja? Oké. Ja. Dan ben ik zo terug, ja? Hey, psst, psst. Hij is weg, hè? Jongens, ik kan... Waar staat hij? Deze. Oké. My landing is... being... And now... I am alone. And need some... text... To say to keep the guys entertained. Ladies and gentlemen, it seems like we hit a temporary solo act moment here as Milan takes a big quick break. But fear not, my friends, because I've got a bag full of laughs to you. To keep you entertained until our comedic partner in crime returns. You know, oh, this is echt heel dit. You know, being alone is a bit like trying to find the last slice of pizza at a party. It might be a little lonely at first, but once you grab it, you're in for a cheesy good time. So let's make the most of the intermission and have some fun together. Yeah, okay. Ik vind het zo is het wel weer genoeg. Oké. Okay. Wacht, ik heb nog beter idee. Heb je nog beter idee? Ah, nee, niks. Ik had gewoon even niks moeten zeggen, zeker. Ja, als jij niks had gezegd, dan had ik de bit verder gedaan. De mid to the bit. White Rock, ja, fuck ja. Waarom leert Ty Lee helemaal niks goeds? Ik bedoel, ik ga hem toch niet gebruiken, daar niet van. Ik heb al vet veel fighting types. Heb ik nu letterlijk 5 fighting types? Nee, ik heb 4. Blaze kick? Oké, weet je nog wat ik zo net zei? Ik neem het terug. Gelukkig. Oh. Wel een goede aanval, though. Wat? Sorry, ik keek op jouw scherm. Ik was eventjes heel bang. Dat is echt mijn nachtmerrie fuel. Ja, want het is een kat, dat snap ik wel. Nu ben ik gemeid.
I did do just a grab yet. It's a grab yet. A game grab yet. Dat zijn de beste grab yet. Ja. Ik zat net nog te denken. Ik vind het wel jammer dat ik de intro bits nu niet heb omgedraaid. Want dat was echt super leuk geweest als het dezelfde aflevering was. Ach ja, hè. Poep gebeurt. Weet je? You got the return of dat ene wat jullie wel weten en Milan niet. Het is wel echt een vermoeiend episode deze, hè? Nah, nee, dit is een big bone time rush. Dat was dit. Dat was niet deze aflevering volgens mij. Wat was deze aflevering? Vermoeiend, de episode. Ja, nou. Welke kant moeten we überhaupt op? Ik weet het niet. Nee, maar... Die kant. Zeg maar, kijk, jij doet alsof... Maar dat van dat lieve, dat was echt niet om vermoeiend te doen. Hè? Ik dacht echt dat jij geliefd was. Oh ja, ik dacht echt dat jij vermoeiend aan het zijn was. Ik veer op mijn dode mond. Oh nee, wacht. What the fuck is dat nou weer schande? Ik zweer op mijn lever. Je mag hem hebben dus, hè? Als het niet waar is. Ik krijg hem niet, want het is gewoon waar. Maar ik zweer op mijn lever en mijn leven. Dat, weet je, die guy. Of die dinges. Dat jij liefde. Dat was 100% legitimate reaction. Oké, vooruit. Omdat ik dat Discord tingelingeling geluidje hoorde. Ja, ik zat nog te denken, was er dan niet iemand die stiekem joinde? Maar dat kan niet, want het is een privé call dit. Nou, maar het was echt van de uitgaan, denk ik wel. Ja, maar dat iemand snel joinde en dan weer wegging, zeg maar. Ja, oké. Ik hoor die plikkertjes sowieso niet, want als bij OBS aan staat, dan doet hij die plikkertjes niet. Streamer modus. Smarty pants. Zeker. Ja, ik had dat ook een tijdje, maar volgens mij heb ik dat juist uitgezet omdat ik dat heel irritant vond als ik dan in stream was. En ik hoorde dan niet of iemand in of uit kwam, zeg maar. Ja, ik weet het. Ik dat vind was, het soms ook irritant. Ja, dat was vooral toen we heel veel met die of Legends Arceus of Brilliant Diamond en Shining Pearl deden. Dat vond ik gewoon echt heel irritant. Ja, ik snap het wel hoor. Ik vind het soms ook irritant. Vooral met berichtjes waar ik soms even op wil reageren. En dan denk van, oh, ik heb een hele waslijst aan berichtjes die ik niet heb gehoord. Nee. Yo, Sidra, more like see ya later. Die was wel leuk. Ja. Oh ja, dit was van de Aura. Iets. Sfeer. Dat was deze aflevering. Oké, als jij het zegt. You do be surfing. Oh. Er ligt zo'n geheime item in. Pepe a pig. Pepping de pepe. Ja, dat doet een pp. Ik heb zo'n... dat klopt, ja. Ik heb zo'n zeedraak kapot gemaakt. Hé, hey, ik ook. Kapot. Weet je wat ik daarover altijd zeg tegen zo'n zeedraak? Saint Domingo! Sidra, more like see ya later. Yo, Lightheart. Yo, een shiny? Oh ja, Tyro. Of was Tyro niet hier? Jawel, toch? Die Glamio die hij had was ook hier. Ja, dat was ook hier. Ja. Ik ben Lysander. Wist je dat er een Shakespeare-ding is waar ook een Lysander in voorkomt? Nee, dat wist ik niet. Nou, ik ben niet zo'n Shakespeare-boy. Nee, dat snap ik niet. Het is wel zo. Ja, dat is wel blijkbaar. Nou, dat valt mee. Wacht even, Sander, als je teruggaat. Oh, wacht, ik moet eerst even een hele clip. Ja, als je even teruggaat.
Dat je hier, als je hier meteen naar beneden gaat, kom je volgens mij naar een andere route. Ja. Ja, je hebt strength. Zeker. Nou, dan kan je daar nog een poging van. Mag ik traden met Mia? Wat? Mia is... Wat? Ja, dat staat in Let's Trade. Oh, nee. Nee. Nou, spelbederf. Bederving de spel. Bederving de spel. Oh. Je hebt geen zoet geurtje bij je. Nou, dan maar. Komt zo wel. Ik weet ook niet of het hier kan, waarschijnlijk niet. Dat weet ik niet. Ja, ik denk dat er ook vast misschien wel ergens low grass is. Maar ik ga eerst eens even zo'n zoet geurtje erbij pakken. Ja, ik weet niet of die kan. Oh, dat kan gewoon. Dan doe ik ook. Dan haap ik je gewoon. En... Zegt net wou die. Oh. Ik snap het ook. Nee. Nee, zegt hij. Weet je wat we eigenlijk voor jouw verjaardag moesten kopen? Een geplastificeerde type chart voor naast je bed. Nee, dat is niet. Hoezo de typing chart ken ik wel even, behalve Rock and Ghost. Rock and Ground. Nou, ik denk dat er wel iemand die dit kijkt daar niet mee eens is. Nou, de basics ken ik. Pound. Maar Jordi, dat maakt me lekker af als jij dat wil. Dat wil hij wel. Ja, maar kijk, het is gewoon, ik ben altijd, zeg maar, ik ben altijd dus dom, dus dan vergeet ik dat mensen dual type zijn. Zoals die Among Us, dan vergeet ik dat die ook nog zo'n typing heeft. En dan vergeet ik dat, en dat is kut. Dat is best kut, ja. Want dan ga ik met een water ice type zorgen voor dat hij doodgaat. Ik heb helaas geen horde, maar ik ga nog even verder. Oeh, die is wel vet als we die krijgen, zijn we. Dat is een leuke vervanging voor geestig chlorgas. Kut. Is hij ook gewoon kwijt? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. En anders moeten we hier gewoon maar eventjes een Pokémon gaan zoeken. Ja, als het Phantom is. Ah. Deze trainer heeft ook nog eens 6 Pokémon. Na deze trainer gaan we stoppen. Ja, ik ben moe. En dan kunnen we eventueel offscreen nog wel hunten. Ja, dat lijkt me slim plan. Slimming planning. Ja, slim. Planning is dan weer zo'n Engels leenwoord. Precies. Kiboomy. Trick or treat, dat denk ik dat is Halloween. Ja. Ah. Oké. Okay. Ik had mijn Gimmagool trick or treat gegeven. Mijn Milanian Gimmagool. Wacht. Hoezo is Superfective Ghost? Omdat het een Ghost-type Pokémon is? Ja, hoezo is zijn Ghost-type move Superfective on mijn Dwebbel? Oké, Jordi, ik neem het terug. Welke ding is je Dwebbel? Hé, is Ghost... Oh, dat je bug bent. Is dat Superfective? Volgens mij wel. Was ik eerst? Wacht, nee, hij heeft Trick or Treat gedaan. Wat doet dan, word jij Ghost type. Solo Ghost type? Nee, add je Ghost type. Dus je bent dan Bug, Rock, Ghost. Oh, ik ken die hele move niet, dus ja. Kan wel. Nee, dat blijft. Ik heb die move echt letterlijk nog nooit gezien. Ik begon al te twijfelen toen ik zei van op bug, want volgens mij is dat niet zo, maar toen zei je net van Trick or Treat en dacht van oh ja. Ja. Het is wat. Ja, ik wist niet wat Trick or Treat deed.
3? Oh, 3 wel. Furry. Level omhoog. Die had gewoon dood kunnen zijn. Nee, die had gewoon dood. Ja, gelukkig let ik op. Ja. Ja, hij is geen gewoon gras. Nou, oh, wel een trainer. Gewoon zometeen lekker heen en weer lopen. En voor zo'n Pokémon die schijning is. Ja. In ieder geval Sleek voor de volgende aflevering. Oh, mag ik de Pokémon die ik hier krijg inleveren voor? Hey, Momo is dood. Zoe! Hij deed revenge. Hij deed revenge. Ah. Sad. Of niet sad? Cheer sad. Revenge is ook nog fighting. Ja, dat is hetzelfde. Ik ben nu een rock Pokémon, dus dit wordt echt kut. Wordt attacked. Ja, en nu ben ik eerder, dus dan doet hij weer revenge. Ah, hij is dood. Gelukkig. Niet dat hij weer revenge doet, maar dat je eerder bent. En dat hij dood is. En nu moet ik nog tegen een machtige hyena. Dat is leuk. Voor hem. Heel leuk. Of voor jou. Als jij hem straks doodmaakt, is het leuk voor jou. Kijk, Pokémon Ranger, dat is van zo'n game. Dat klopt, ja. Hoe wist je dat? Ik heb die games wel eens gespeeld. Echt? Ja. Hoeveel? Oh, volgens mij is er wel... dan moet je echt een heel stuk lopen. Volgens mij zag ik zo net... Ja. Grass. Heet dat. Ja. Ja, bij die bloemetjes daar, zie? Ja. Maar dan moet je wel een dubbel battle doen. Hey, Tiny. Ja, hoe comfortabel jij bent met een dubbel battle, maar... Niet echt. Nee, daarom. Of echt niet. Eigenlijk. Misschien dat we wel gewoon heen en weer gaan lopen. Er zijn ook veel leuke Pokémon in deze route, eerlijk is eerlijk. Ja. Ik ga het ook doen eigenlijk. Ik kan het wel, maar... Als ik echt wil, maar liever niet. Het verbaast me echt dat we nog steeds niet helemaal dood zijn. Nou, we zijn gewoon goed. Kun je dat nou eens een keertje accepteren, alsjeblieft? Nee. Krijg de acceptering. Dit is super effective, hè? Let op. Want ground is super effective op steel. En ik weet hij is grass, maar ik ben geen ground type, zeg maar. Ik ben dus de steel en de fighting type. En oh, dit doet echt weinig. Oké, ik had beter gewoon een hour sphere kunnen doen. Ah, hij is toch dood. Maakt niet uit. De paard. Het was ook geen trainer. Maar ik voel wel dat weinig weet. Yo, is dat zo'n Vaporeon? Flareon bedoel ik. Dat is geen Vaporeon. Yo, je favoriete Pokémon. Sorry. Ik zal niet zo kutten. Je vond hem wel leuk, zei je. Zeker, zeker. Ik moest wel een beetje lachen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? En dan doe een duimpje omhoog. En dan zien jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos.